Goedemiddag, bij een wel heel bijzondere lentetroost. Er zijn twee zwaluwtjes bij ons naar binnen gevlogen. Kijk, ze zitten nu daar en ik heb al wat dingen opengezet. Ik ga zo even het raam openzetten. Zie, daar zitten ze. Even kijken hoor, want het is een beetje donker. Kom maar, kindjes. En daar zit de poes hier beneden. Gosje, ik heb daar de deur opengezet. Nou ja, poes kan haast geen zwaluwen vangen, want die is er veel te snel voor. Maar ik zal eventjes het raam ook open doen. Het is wel bijzonder, ik weet ook niet zo goed. Nou, ik ben hier bij mijn moeder, ik weet niet waar zij is. Maar ze had waarschijnlijk het raam openstaan waardoor ze binnen zijn gekomen. En ik denk dat ze nog op zoek zijn naar nesten. Want het is een beetje zwaar. Want ik heb ze nog niet echt zien nestelen. Dus ik denk dat ze gewoon een beetje bang zijn. Nou, zijn zwaluwen doorgaans gelukkig niet zo heel bang. Even, hier zit ook nog een net in. Even kijken. Nou, misschien dat ik ze daarmee ook een beetje deze kant op krijg. Kom maar. Kom maar naar beneden. Kijk hoor. Hey poes. Zie je, daar zit hij. Is het dan de ene, de andere is naar boven gevlogen. Dat heb ik ook open gedaan. Even kijken. En nou is de poes ook hier. Dat is natuurlijk helemaal niet zo handig. Even kijken. Ja, ga jij maar naar buiten, poes. Heel goed. Nou, ik ga even proberen om ze naar buiten te krijgen. Nou, het is gelukt. De ene die is uit zichzelf via boven eruit gegaan. En de ander die dus hier boven op de rails zat... Die heb ik met behulp van het, hoe heet het? Het rooster voor het raam. Heb ik hem een beetje naar beneden weten te krijgen. En ging zo naar buiten. Het was mooi om te zien. En blij dat ze weer buiten zijn. Doei, tot de volgende lentetroost. Doeg. Oeh, als je nog niet geabonneerd hebt, doe het even. Ping op het belletje, dan krijg je ook nog een melding als er weer een nieuw filmpje is. Ja, je weet dus nooit wat er gebeurt, hè. Vandaag zwaluwen, morgen zijn zeehonden. Je weet het niet. Doei, tot de volgende.